Daar gaan we weer. Eindelijk. Na toch zeker wel een dik anderhalve maand. Weer eens een opname. Rij mee met DVS TV. We gaan het vandaag toch wel met een frappante figuur doen. Tenminste, ik vind hem frappant. Ik vind hem heel gedreven. En ik merk nu dat ik mijn gordel niet om heb. Die auto gelijk te janken. En daar gaan we eens even een eindje mee rijden. Ik zei een heel gedreven figuur. Dat meen ik ook echt. Een heel leuk vent. Sportief. Maar we gaan het zo zien. Hij staat daar al klaar, zie ik. Het is zaterdagmorgen. Kijk. Daar komt hij. Dat is hem. Mag u raden wie dat is? Ja, dat is heel makkelijk. Christian. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Zo, zaterdagmorgen. Ja. Een beetje dus wedstrijdspanning alweer te pakken, Christian. Ja, meestal als je naar de club toe rijdt, dan begint dat wel langzaam. Ja, dan begint het wel, hè? Ja. Ja. Eigenlijk als je bed uitkomt, dan ben je al met die wedstrijd bezig. Ja, hè? Dan is het nog wat ontspannender, want dan heb je nog de tijd. Ja. En als je dan richting de club rijdt, vooral bij een thuiswedstrijd, dan weet je, ja, binnen 3 uur ga ik een wedstrijd spelen. Ja. En dan speel je vaak nog even in de auto wel je hoofd af. Ja. Verschillende scenario's. Ja, verschillende scenario's, ja. Bijvoorbeeld dat je de bal net over de lijn kopt, of net niet. Ja, ja. Ja, ik moet zeggen. Toevallig, ik denk echt nooit aan om te scoren, maar ik had eigenlijk vorige week al het vermoeden tijdens door de weekse training van ik ga spelen. Ja. Dan denk je wel van, ja, het ideale zou zijn als je dan een goal maakt, maar ja. Dan eigenlijk de winnende, dat zou dan nog ja, dat zou het mooiste zijn. Hadden we eigenlijk wel op grond van de tweede helft zeker verdiend, hè? Ja, ja, zeker. Ja. Het voelde niet groots, maar we waren wel beter als vroeg. Ja, absoluut, absoluut. Hey, hoe is het met je over het algemeen? Ja, goed. Je hebt natuurlijk een moeilijke periode gehad, hè? Ja. En, ja. Op de training ook lijkt mij een eenzame periode. Pff, dan duren die maanden heel lang. Ja, ja, hè? Ja. Ja. Echt helemaal niks aan. Hè? En dan moet ik nog zeggen dat de groep die vangt dat goed op. Mensen binnen de club die altijd een praatje met je maken. Ja. Maar u dan, de technische staf sowieso. Ja. Maar toch, dan leer je wel jezelf ook kennen van hoe sterk ben je mentaal. Ja. Medische staf natuurlijk ook. Absoluut, ja. Edwin, Bart. Goede herstel, jongens, hè, zijn dat. Ja, ja, die houden je scherp en die houden je er ook op een of andere manier bij. Ja. Door heel veel contact met je op te nemen. Ja. En dat is wel prettig. Heb je nu echt het idee dat die helemaal weg is? Ja, dat je lekker helemaal voluit kan gaan? Ja, mijn lies is helemaal over. Mooi. Ik loop alleen nu weer met mijn enkels te kwakkelen. Ja. Maar ik denk dat dat een beetje inherent is aan. Je bent heel lang geblesseerd geweest, je wil heel graag. Ja. Ja, dan moet je misschien. Edwin is daar eigenlijk heel goed in, die remt je dan wel eens. Ja. En dan krijg ik wel eens discussie met hem. Ja. Maar ja, hij heeft uiteindelijk wel gelijk. Ja. Maar ik ben verder gewoon fit. Ja? Ja. Je enkel flinke intapen natuurlijk. Ja, ja, dat ja. Wel. Ja. Ja, zeker. En, je bent juist een van de fitste. Je bent zo'n fitte donder. Ja. Natuurlijk ook door je werk. Ja, ja. Ik vind het ook echt heel gek. Het is echt iets van de laatste jaar natuurlijk. Ja. En ik heb echt geen idee waar dat vandaan komt. Ja. Het is misschien even zo'n periode. Ik denk dat je altijd, je kan nooit je hele carrière zeg maar blessurevrij spelen. Ja. Maar dit is wel, dit is wel frustrerend. Maar ik klop het af. Ja. Ik ga nu voor een blessurevrij. Ja, hè? Ja. 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 Ja, want we moeten promoveren. Ja, het liefste dit jaar natuurlijk. Ja. En het zit er nog steeds in. Ja. Het zit er nog steeds in. Ja, absoluut. Vanmiddag interessant potje. Op het moment dat het wordt uitgezonden is de pot al gespeeld. Tegen Excelsior 31 uit 3-1. Hè. Toen speelde je, dacht ik ook niet mee. Nee. Nee. Maar ik denk een leuke wedstrijd. Is een technische ploeg, een voetballende ploeg. Ja, ze hebben een goede reeks achter elkaar nu. En een hele voetballende ploeg. Ja. Ik denk dat je vanmiddag gewoon een open wedstrijd krijgt. Ja. Misschien dat hun
misschien wel wat gaan inzakken. Maar ik denk in balbezit dat ze gewoon vanuit eigen kracht gaan voetballen. Ja. Het worden geen lange ballen, denk ik. Het wordt echt een leuke open wedstrijd. Dat is wel leuk. Als ik hun zie voetballen, dan zie ik dat ze echt een duidelijk plan hebben. Dat de looplijnen heel duidelijk zijn. En die mis ik momenteel een beetje bij jullie ploeg. Ja. Bij DVS. Ja, klopt. Ik had toevallig van de week een trainer van Sportlust. Patrick Loenen gesproken. En daar hadden we het even over de trainer die naar ons toe komt. Ja. En die zei dat hij echt een duidelijk plan heeft. Hij kent hem vanuit de hoofdklasse. Ja. En hij zegt, ja, dat is bij hun echt het geval. Ja, bij ons op dit moment zijn we wel zoekende. Vooral voorin. Ja. Denk ik dat we hebben de twee topscorers van het vorig seizoen. Ja. En ze lopen allebei, willen ze het liefst in de as spelen. Ja. Ja, en als je met drie spitsen speelt, dan is dat wat lastiger natuurlijk. Dan, ja. Dan zou je toch één aan de buitenkant moeten hebben. Ja. Dus ik hoop dat ze daar toch een weg in gaan vinden. Ja. Want dan hebben we natuurlijk gewoon goud in handen met Benjamin, Olly en Josh. Ja. Maar ik zie de ploeg echt een beetje zodanig zoeken dat de supporters... Sommige supporters denken van het gebrek aan inzicht, gebrek aan chemie van de groep onderling. Jullie hebben als groep ook wel wat moeten doorstaan de afgelopen seizoen en ook weer dit seizoen natuurlijk. Ja. Hoe lossen jullie dat op? Goed? Ja, op zich wel. Ja, ik vind, met daarin hebben we wel een hele goede groep, vind ik. Want we maken alles bespreekbaar. Ja. We zijn allemaal ruim van tevoren voor de training aanwezig. Dus dan heb je ook de tijd om met elkaar die dingen te bespreken. Ja. Dus dat, die chemie is er wel. Ja. Alleen, ja, chemie in het veld zit natuurlijk weer iets anders. Ja. Als jij, ik heb ook wel eens gehad, heb je jongens met wie je buiten het voetbal heel goed kan opschieten. Ja. Maar in het veld voel je er misschien net, loop je elkaar soms in de weg. Ja. Of kan je elkaar net niet vinden. Ja. En dat is... dat is wel wat nu moet gaan komen, denk ik. Ja. Dat je elkaar nu wel moet gaan begrijpen. We spelen nu ruim een half jaar samen. Ja. Toch best wel in een vaste samenstelling, hè, vind ik. Ja. Dan moet je op een gegeven moment moet je elkaar wel toch wel gaan vinden. Ja. Is dat dan toch weer zo'n enorme overgang van het ene systeem, 5-2-3 of 5-3-2, naar nu 4-3-3? De poppetjes staan net even wat anders, hè? Ja, dat zeker. Al moet ik wel zeggen, onder Richard speelt natuurlijk ook met drie spitsen. Ja. Alleen, ik had toen wel het idee dat je toen voorin, dat die wisselwerking wel iets beter was. Ja, ja. Ik dacht, het begint eraan te komen, zoals uit tegen VVSB. En daarna, plats, gaat die hele ballon leeglopen. Ja. En dan komen jullie echt in moeilijke vaarwateren. Ja, ja, dat heb je wel, dat heb je wel echt gemerkt. En dat komt, Richard had heel erg het teambelang voorop. Ja. En dat is natuurlijk bij DVS, heb je natuurlijk, waaronder ik ook, maar je hebt wel wat mannetjes. Maar dat had Richard wel platgelegd, zeg maar. Ja. Want er was één mannetje en dat was Richard. En dat was wel goed, want daardoor wist iedereen zijn rol. En voelde niemand zich verheven boven de groep. Ja. En Simon is heel erg van, en dat vind ik een hele fijne benadering. Die is heel erg van vrijheid. Ja. En wel heel erg van het voetballende gedeelte. Ja. Waar Richard meer het resultaat voor opstelde. Maar ja, dat was wel goed voor de groep, denk ik. En bij Simon die omschakeling is best wel weer groot. Ja. En ja, Simon is denk ik wel echt een trainer voor DVS. Alleen misschien voor hem ook een vervelend moment om dat moment in te stappen. Ja, ja, precies. En dat moment, dat betekent dat je nu eigenlijk meer verliespunten hebt de afgelopen 9 wedstrijden dan die 10 wedstrijden daarvoor onder Richard. Hè? Ja. Dat heeft gewoon een aantal punten gekost. Dat is op zich jammer. Wat mij opviel, hè, donderdagavond na de training, zat je heel erg lang een beetje midden op het veld met Koen Vloedgraven te praten. Natuurlijk over looplijnen, over voetbal, of niet? Ja. Ik heb dat altijd wel met Koen. Ja. Wij appen elkaar ook wel eens door de week met stukjes die op VI staan. Hij heeft een premium account. Ja. Dus hij heeft toegang tot van die grotere artikeltjes. Ja. En dan stuurt hij die wel eens door. Moet je lezen over Manchester City of juist hele verdedigende teams. Ja. En dan hadden we het erover van, omdat we vorige week samen speelden. En
ik had continu de looplijn naar de rechtsback eigenlijk, waardoor ik Frank hoog opstuurde en Olivier naar binnen. Ja. En toen zei hij van op zich een hele goede looplijn. Hij zegt alleen bij balverlies sta je totaal uit positie. Dus en zo zijn we dan een beetje aan het brainwashen van oké, hoe kan je dat dan oplossen? Of moet je dan samen in de as blijven? Ja. En Koen is daar heel erg goed in, die kan heel goed in de as blijven. Ik ben dan toch wat meer zoekende naar ruimtes. Ja, ja. Dus dan zijn we daar een beetje over aan het brainwashen. Ja. Maar dan nog belangrijker, vertaal je dat ook naar de groep? Hè? Ga je dan ook, is dat dan ook zo belangrijk dat je dat ook met de groep gaat bespreken? Ja, soms doe je dat wel. Ik heb het toevallig hebben we het pas een keer in de groepsapp erover gehad, over wat beelden. Ja. Iedereen heeft het natuurlijk over Frenkie de Jong. En toen had ik wat beelden gestuurd dat hij heel vaak aan de zijkant uitzakt. Ja. En dat komt ook een beetje door zijn eigen beperking te verbloemen. Ja. Want je ziet nu bij Barcelona moet hij in de as blijven. Ja. En dan heeft hij moeite om het spel in zijn rug te hebben. Ja, klopt. En ik heb dat natuurlijk ook. Ik vind het fijn als ik het veld voor me heb. Ja. Dus dan zak ik vaak uit. En dan probeer je wel als team misschien daarop in te spelen van oké, Chris zak uit naar de zijkant, speel hem dan ook in. Ja. Want als hij dan naar de andere kant toe gaat en verliest daar de bal, dan sta ik eigenlijk op de rechtsbackpositie. Ja, ja. En dus dan, ja, zo ben je wel met elkaar bezig. Maar ja, het is ook, het draait niet om mij, het draait natuurlijk ook wat goed voor het team is. Ja. Als het team denkt van joh, ga jij lekker in de as spelen, ja, dan moet ik me daar ook aan aanpassen. Ja, ja. Ja. Mooi. Ja. Mooi om het er zo over te hebben. Ja. Ja. Jullie zijn er dus echt gewoon wel mee bezig. Ja, ja, je zou dat niet altijd natuurlijk, je beoordeelt, je bent wat vaker natuurlijk, dus weet, je ziet wel veel dingen. Ja. Maar zeker, we hebben best wel een groep met de jongens, Koen en Nick slaan er misschien wat in door. Die berekenen ook wel, berekenen niet, maar die zijn er zo erg mee bezig, dat mensen ook wel denken, hou je alsjeblieft op. Het is geen hogere wiskunde, zeg maar. We zijn sportgek natuurlijk. Koen is gymnastiek leraar. Heb jij een fitnessschool? Nee, ik werk voor een sportschool. Ja. Die heeft de 16 vestigingen in Utrecht. Ja. En daar ben ik gewoon in dienst. Ja. En daar geef ik groepslesjes en, en gewoon schema's maken. Ja. Ja. Ja, ja. Skills. Ja, skills inderdaad. Ja, zeker. Mooi. Hey, toen Christian van Hussen 5 jaar oud was, waar was je toen mee bezig? Ja, ik denk dat ik toen wel, als ik de geluiden van mijn ouders moet horen, dat ik toen altijd met de bal tegen de keukenkastjes aanschoot. Ja. Mijn moeder werd er gek van. En toen hadden we nog toen waren mijn ouders nog bij elkaar en op de zolder hadden we best wel grote ruimte met een doel staan. Yeah. En dan was ik slidings aan het maken en zo. En dan gooide ik de bal tegen de muur en dan was ik aan het tackelen. Yeah. En dan zei mijn moeder van, doe nou eens rustig, want dan hoorde ze dat gebonk beneden. Yeah. En als ik dat moet geloven, dat kan ik me nog wel herinneren, maar dat ik dat boven altijd deed. Yeah. En mijn vader was altijd gek van FC Utrecht, dus ik ging altijd elke zondag mee naar FC Utrecht. Maar toen dachten ze natuurlijk van, ja, dat jong dat moet ook voetbal. Ging je toen ook al op voetbal, 5-jarige leeftijd of niet? Ja. Ik weet nog, mijn broer speelde bij een club bij ons om de hoek. Ja. Daar ging ik altijd mee. Ja. Toen op een gegeven moment, volgens mij mijn 6e, ben ik bij Elikwijk gaan voetballen. Ja. Tot denk ik mijn 12e. Ja, ja. Hey, en toen je 10 was, zat je op de basisschool en natuurlijk op voetballen en je was alleen maar met voetballen bezig, of niet? Meestal wel, ja. Ja. Ja, ja. Ja, meestal wel, ja. 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 En 5 jaar later, want dat had ik dus een beetje in mijn hoofd, ik ga even in 5 jaar. 15 jaar, waar speelde je toen? Toen speelde ik bij Houten. Houten? Ja. Houten had een goede jeugd altijd, hè? Ja, zeker. Ja. Goede jeugdopleiding. En dan ga ik even verder, want toen ik 17 was, dan moet je, dan ga je de stap, oh nee, 18. Dan ga je natuurlijk de stap naar de senioren maken. Ja. En ja, Houten had altijd echt, we speelden tweede divisie. We zaten bij Feyenoord A2, Volendam A1 en we werden vierde. En dan verwacht je eigenlijk van oké, stap naar de senioren, dan kom je in het eerste, want het eerste speelde tweede klasse. Ja. En toen zei de trainer van het eerste tegen mij van Chris, tegen Lukili, die speelt ook nog top amateurs in de tweede divisie. Ja. En die zeiden toch ons twee, zei die trainer van je komt erbij, maar je gaat niet veel minuten maken. Ja. Toen keken wij elkaar aan, als de trainer dat op voorhand al zegt, ja, dan
denk je, ja, klote, weet je wel. Hè? Ja. Je verwacht eigenlijk, nou, dan gaan we wel spelen, tweede klasse, Europa tweede divisie. Ja. En toen kwam Hercules, Jan Oosthuis, en die zei tegen mij, joh, ik wil je er graag bij hebben. Die speelde toen ook in de tweede klasse, alleen die had een periode. En toen zei hij van, en bij mij heb je wel heel veel kans om te spelen. Ja. Toen was voor mij de keuze makkelijk gemaakt. Ja. En Hercules heeft toen ook een hele mooie periode meegemaakt, geloof ik, of niet? Ja, wij zijn toen van de eerste klasse naar de hoofdklasse gegaan. Ja. En daar hebben we 2 jaar over gedaan. Toen direct van de hoofdklasse naar de topklasse. En toen ben ik naar Linde gegaan. En die speelde ook topklasse, dus toen kwam ik eigenlijk weer bij Hercules in de competitie. Alleen Linde kwam met een dusdanig goed verhaal, waardoor ik toch dacht... Toen je 20 was, 5 jaar later weer, toen speelde je bij Hercules. Ja, toen speelde ik nog bij Hercules. Ja. En toen je 25 was, toen speelde je bij? IJsselmeervogels. IJsselmeervogels? Ja. Ja, je viel dus op, kennelijk, bij Linden, denk ik, hè? Ja. Of niet? Ja. Toen ging je naar IJsselmeervogels. Mooie jaren gehad. Zeker. Hele mooie jaren. Ja. Leerzaam vooral. Ja. Heel leerzaam. Ik denk misschien wel de leerzaamste periode voor mij als persoon. Ja. Omdat het toch een grote club is en in mijn eerste jaar was ik aanvoerder. Dus dan denk je dat je er klaar voor bent en dan valt het toch nog wat tegen. Ja. Maar het was wel echt een hele mooie periode. Ja. En na IJsselmeervogels kwam je bij DVS. Ja. Met grote verwachtingen, want de manier van spelen van DVS, dat leek je zo allemachtig mooi met Maurice eruit. Die zat er toen nog bij. Ja. En dat is uiteindelijk toch een klein beetje tegen gaan vallen, of niet? Ik moet zeggen, vorig jaar, de voorbereiding, dat was helemaal zoals ik het had gedacht. Ja. Nou, het speelde echt, echt fantastisch. Ja, dat vond ik ook. Spakenburg uit, Zwolle uit, waar je gewoon waar Namli speelt. En best wel veel jongens van 1 waar je gelijk speelt. Ja. Nou, toen hadden we die bekerwedstrijd tegen Kwik, speelden we echt heel goed. Treffers uit, die we gewoon heel volwassen speelden en wonnen. Ja. Nou. En toen de competitie begonnen we tegen Kwik Boys met een verliespartij, maar vond ik eigenlijk dat we nog best wel aardig speelden. Ja. En ik vond eigenlijk met vorig jaar dat we echt op bij Vlagen heel goed hebben gevoetbald. Ja, zeker. Nou. Alleen Noordwijk Noordwijk was gewoon wel echt sterk. Ik vond ons wel beter als Kwik Boys. Ja. Dus ik vond het vorig jaar wel, aan de ene kant prijs, geen geslaagd seizoen. Maar qua voetbal was het wel zoals ik het zeker had verwacht. En ik denk dat toch het vertrek van Maurice heeft wel impact gehad op het voetballende gedeelte. Ja, zeker. Maar er zijn weer hoopgevende berichten voor volgend jaar natuurlijk. En nou ja, klaar weer terug. Ja. Kruisheer, ik denk dat je je daar wel op verheugt. Ja, ik vind dat we voor volgend jaar wel goed hebben versterkt. En nu, wat ik net al zei, dat ik deze week contact had met de trainer van Sportlust. Die dan zegt van, joh, die trainer die wil bij wijze van spreken, die wil niet dat je vanaf de 16 schiet, maar die wil nog zo erg doorvoetballen. Ja. En dan denk ik wel van, oké, dat is wel hetgeen waarvoor ik naar DVS ben gekomen. Ja. Voor dat voetballende gedeelte. En hoe oud ben je nu, Christian? 27. In de kracht van je leven. Ja. Terwijl er toch ook voetballers zijn, heel gek, op 27-jarige leeftijd stoppen ze. Ja, want ze vinden het wel genoeg. Ja, ik ken er heel veel. Ja. Ja, hebben er bij DVS ook wat voorbij gekomen? Ja, Frank Smeding, 27. Zo, nou stop ik. Ja, ik ga met mijn vrienden lekker in de lagere helft. Maar dat zie ik bij jou nooit gebeuren. Nee, zeker niet nu nog. Nee. Zeker niet. Bij mij zou echt op mijn lichaam zou het moeten begeven. Ja. Want anders ga ik er niet mee stoppen, inderdaad. En wat ik ook fantastisch vind, dat vind ik altijd heel erg mooi om te zien. Dat jongens van het eerste zich ook met jeugdteams gaan bemoeien. Wat jij nu doet, hè, bij de jongens onder de 17, want ik zag je op zo'n avond natuurlijk ook weer. Je bent van amateur, ben je elke dag met voetballen bezig. Zit dat een beetje in je hoofd, dat je later ook iets in de vorm van trainer wil gaan worden? Ja, dat is wel een beetje lastig nu. Op dat punt zit ik dus. En dat heb ik al eerder gehad. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij FC Utrecht. Bij de B1. Ja. En toen was ik, toen heb ik Luc gehad. Die nu bij ons natuurlijk in het eerste speelt. Ja. Toen deed ik met deze 2. Alleen dat was toen echt te druk. Toen ben ik halfwege gestopt. Ja. En nu zit ik weer een beetje op zo'n punt. Van ga ik mijn focus ook wat meer leggen op
mijn trainersdiploma's. Ja. Dus dan is dit eigenlijk een goed moment om een jaartje weer te oriënteren, om er weer in te komen. Ja. En mee te lopen met Jordi en de onder 17. En dan kijken voor volgend jaar wat ik dan, of ik hem weer ga helpen. Ja. Het is nog steeds te druk om een team te nemen of een cursus te doen. Ja. Maar het is wel leuk om gewoon één dag in de week, in plaats van in het veld, net even een stapje naast te staan, zeg maar. Ja, als ik mag zeggen, ik heb er een beetje verstand van, omdat ik natuurlijk al jaren gymnastiekleraar ben geweest. Je bent er wel een team voor. Ja? Ja, want ik zie je gewoon al met ploeggenoten steeds maar weer aanwijzingen geven en toe. En jonge jongens ook helpen, et cetera. Dus het zit er wel in, Christian. Ja, ik moet zeggen, als speler vind ik het lastig soms. Omdat je dan ben je toch nog spelen. Ja. En dan denk ik achteraf. En dan kijk je beelden, denk ik, oh ja, nou, daar ging het mis. Ja. Dus ik vind dat heel moeilijk. Ja. Maar als ik naar een wedstrijd kijk, dan kan ik het wel redelijk vertalen. En ik hoop nog dat te ontwikkelen als speler zijnde, zeg maar. Ja. Maar dat is zo moeilijk om dat vermogen te hebben. Ja. Maar het is wel na de hand van een training of zo, dan kan ik het wel. Hè, dan evalueer je het voor jezelf. Denk je, oh ja, of na een wedstrijd denk je, dat ging er mis. Ja. Dus ja, zo ben je er wel mee bezig. Maar ik heb zeker nog wel ook wel ontwikkelingspunten waar ik als speler zeker aan moet werken. Ja. Hey, wat verwacht je vanmiddag, Excelsior? Ja, ik zei het al, dan komt het pas. Maar... Ja, ik zou zeggen, ik denk dat de wedstrijd wordt met wel kansen. Ja. Ik denk dat we, omdat ze allebei willen we wel graag aanvallen. Ja. Ik denk wel dat hun bij balverlies iets meer inzakken. Dus het initiatief iets meer aan ons te overlaten. Ja. En ik verwacht... 4-3? Mooie uitslag. Dat zou wel mooi zijn. Voor het publiek, hè? Dat zou wel leuk zijn om weer het publiek een keer te verwennen. Ja. Nou, dan zeg ik, dan hoop ik dat Daan toch zijn goal redelijk schoon kan houden. Dan verwacht ik 4-2. 4-2. Dat zou een uitslag zijn om te voeten tekenen. Een mooie uitslag zijn, ja. Ja. Moeten we wel scherper zijn voor het doel. Met name de laatste momenten van een aanval vind ik jullie minder worden. De eindpaas of de afronding. Ben je minder op met die kopbal. Die had er gewoon ingemoeten. Pilon die net even wat te lang wacht. En die bal gewoon dwars door het net had moeten rammen. Wat hij normaal wel doet. Ja. Ja, normaal zou hij die gelijk. Nou wou hij hem afgeven aan Josh. Ja. Ja. Heb je hem daar nog over gehoord? Had hij daar niet even gespijt van? Ja, volgens mij heeft echt iedereen hem daar bewust in gelaten. Ja, ja. Van joh, je weet het zelf wel. Soms moet je dat doen, hè? Ja, ja. Ja, maar dat is hetzelfde als iemand een gigantische blunder maakt. Ja. Niet dat ik zeg dat Olly een blunder maakte, maar normaal zou hij hem gewoon door de touwen heen schieten. Ja. Maar als iemand een gigantische blunder maakt, weet diegene dat zelf wel. En dat is een open deur intrappen van joh, wat doe je nou? Dat is ook zo. En ik denk als hij hem vandaag weer zo krijgt, dat hij gewoon dat hij niet nadenkt en schiet. Ja. Ja, dat hoop ik. Ja, zeker. Hey, sport, hè? Je bent natuurlijk je bent met fitness bezig, maar ben je geïnteresseerd in heel veel sporten? Ja. Ja? Ja, wel voornamelijk in balsporten. Ja. En ik heb de laatste tijd, vind ik het ook leuk om, hij heeft natuurlijk die wedstrijd van Rico en Badden gehad, wat helemaal opleeft. Ja. En de laatste tijd verdiep ik me ook wat meer in vechtsport. Gewoon om te kijken vind ik dat wel leuk om te zien. Ja. En wat ik het mooie daaraan vind, dat is ook met tennis, is dat dan doe je het helemaal alleen. Ja. En soms denk ik dan, dat moet psychologisch wel heel anders zijn dan in het team. Ja. Dat is ook met tennis natuurlijk. Ik vind het ook mooi om dat al te zien ofzo. Ja, vind ik ook, ja. Hoe die dan soms met zichzelf in gevecht is. Oh, ja. En dan denk je al, dat gaat niet goed, want dan verliest hij 3 games achter elkaar. Ja. En dan zie je met zichzelf in gevecht. Ja. En je hebt die Australië, Kyrgios. Ja. Dat is helemaal, die gaat dan met het racket gooien en dan, dat is wel mooi om dat te zien, dat soort sportmensen. Ze zoeken met hun ogen vaak wel hun coach. Ja. Dat valt me ook altijd wel op, dat ze dan toch wel iemand willen hebben met wie ze toch even wat oogcontact hebben. Ja, ik denk toch een soort van vastigheid of zo, dat je toch niet het gevoel hebt dat je helemaal alleen bent. Ja. Ja. Dat, ik denk dat een coach ook in die sport heel erg onderschat wordt. Ja. Want dat is denk ik de enige houvast die zo'n speler heeft. Ja. Ja. Ja.
Heb je op de valreep nog een leuke anekdote, of niet? Een leuke anekdote. Of is die... Ja. Is die te lang? Ik mag heel kort zijn. Ik zit heel even te denken. Ja. Een mooi iets waar, om mee af te sluiten. En dan over... Bij DVS, of mag het ook iets anders zijn, Piet? Ja, zeker. Ja? Ja, absoluut. Het is altijd iets wat me is bijgebleven. En daar heb ik het pas nog met Rafael over gehad. Ja. Over voetbal hiermee gesproken. Ja. We hadden een keer een training bij Linde. En wij deden altijd de rondo. En hadden we dezelfde speler elke keer in het midden, Ralf. Ja. En op een gegeven moment staat hij zo vaak in het midden dat je dan begint te lachen en te giechelen. En hij stond er op een gegeven moment zo lang in en we hadden 30 keer rondgespeeld. En hij pakt op een gegeven moment die bal af. Ja. En die trainer is in overleg met zijn assistent. Maar het was op een donderdagtraining. Ja. En dus die Ralf die wordt helemaal boos. Van die staat er zo lang in. Dus die pakt die bal en die schiet die bal vol weg. Ja. Tegen de gezicht van de trainer aan. Oh, echt op volle kracht gewoon. En de trainer valt om. Dat was Hans van der Haar. En die valt om. En het eerste wat wij deden is keihard lachen. Ja. Keihard lachen. Dus, en hij staat op. En je zag wel dat hij echt dat hij van slag was, de trainer. Dus hij zegt heel... En hij kon wel bot zijn. Hij zegt, lopen jongens. Dus wij allemaal doorgiechelen. En we dachten, hij kan dat wel hebben. En toen is hij... We komen terug. En hij zegt, je vindt het echt grappig, hè? Dus op een gegeven moment hadden wij door, het is nu serieus. Dus ben je nog een beetje aan het giechelen zo. Hij zegt, vindt het echt grappig. We allemaal zo. Hij zegt, weet je wat? Hij zegt, ballen naar binnen. En dan hebben we gewoon de hele training alleen maar op en neer gerend. Oh. Alleen maar op en neer gerend. Oh. En ik had het daar toevallig pas met Raf over. Ik zei, aan de ene kant begrijp je van zo'n trainer uit. Ja. Maar ja, en achteraf natuurlijk kan hij er ook om lachen. Ja. Maar op dat moment voelde hij zich dusdanig voor lul gezet. Ja. En ik zou na 2 minuten al spijt hebben van mijn actie. Ja. Zeggen van, oké, jongens, sorry, zo is het goed. Ik snap dat het per ongeluk gebeurt. Als je per ongeluk een bal... Ja, terwijl ik aan het lesgeven was met basketbal ook, hè. Zo'n zware basketbal, weet je, op mijn bril, weet je wel. Ja, in eerste instantie... Maar daarna van, sorry, het kan gebeuren. Ja, dat is ook zo. Okay. Het was hem vooral volgens mij ook te doen dat de speler, het was Ralf dan, die had zijn excuses niet aangeboden. Yeah. Die had dat niet echt door, zeg maar. Oh, die had niet direct zijn excuses aangeboden. Ja. Hey, ik vond het helemaal top. Het was gezellig. Lekker. Het is 27 minuten, het is precies weer, het klopt weer gewoon. Ja. Ja, ik vond het gezellig. Ja. Ja, we hebben even wat meer van je te weten gekomen. Bevlogen sporter die je bent. Bedankt. Vanmiddag hopelijk 3 punten. Ja, zo is dat. Gaan we doen. Oké. Ik zie je, Piet. Christian, succes. Tot vanmiddag. Yo, doei. Dit was hem weer. Oh, ja, toch wel leuk. Toch een beetje de diepte in. Ja, vond het leuk. Prachtig. Hopen jullie ook.